Dankjewel. Wat is het verschil tussen een influencer en een koning of koningin op camera? En is het dan niet handig om allereerst te kijken naar de definitie hiervan? Want een influencer is iemand die met een simpele boodschap op social media bijvoorbeeld vaak ook honderden duizenden volgers heeft, een product of dienst kan promoten, maar ook naast bekendheid kan stimuleren. Aan de andere kant hebben we een koning of koningin op camera. En dat is iemand die met een simpele videoboodschap zijn volk, oftewel de doelgroep, kan inspireren, maar ook het leven positief kan veranderen. Waarom heb ik het hierover? Ik wil je graag vertellen dat ik een videomarketeer ben, al meer dan 2 jaar. En dat ik uiteindelijk zelfs tot een moment kwam, ik had zoveel video's opgenomen, ik deed het dag in dag uit op verschillende social media. En uiteindelijk werd ik kotsmisselijk van mijn eigen gezicht. Ik kon het gewoon niet meer aan. Maar ik wist, ik doe het voor een groter doel. En dat is hier heel belangrijk. Nu we de definitie weten, laten we kijken naar de overeenkomsten. Een influencer en koning op camera, is dat niet ongeveer hetzelfde? Nou, we hebben dus de influencer. En dat is een voorbeeld. Een influencer is een voorbeeld voor een ander. Of je het nou wilt of niet. Daarnaast is het ook een persoon die echt online impact maakt. En ook levens verandert. Wie van jullie ziet wel eens influencers online in een video? Goed, genoeg mensen. En wie van jullie kent influencers zoals Enzo Knol of Mo Bicep? Als je één van de twee kent, steek je hand omhoog. Hij weet te hoog. Ja, hij weet te hoog. Hij weet te hoog, papi. Goed, waarom ik dat zeg is, Mo Bicep is een influencer die meer op een koning op camera lijkt dan Enzo Knol. En ik wil je kort toelichten waarom, want als we kijken naar Mo Bicep, ik wil je kort op mijn mobiel laten zien wat hij precies doet. Want als je niet in de wereld zit, dan denk je, waar gaat dit over? Nou, hij laat wel eens video's zien van hem in de sportschool. En dan denk ik, hey, waarom sta ik nu voor een publiek? Ben ik niet in de sportschool aan het trainen? Maar dit betekent dus dat hij mij echt motiveert. Hij heeft zelfs een documentaire gemaakt waarin hij ging aankomen en weer afvallen om aan zijn volk, zijn doelgroep te laten zien, hey, jij kan het ook. En dat is best indrukwekkend. Aan de andere kant hebben we Enzo Knol en hij presenteert zijn leven op een unieke wijze. Door middel van leuke vlogs van bijvoorbeeld, en ik laat het zien, zijn vakantie in de Ardennen. Enzo Knol. Nu we de overeenkomsten weten van koning op camera en een influencer, wat is dan het verschil precies tussen deze twee mensen? En doen ze niet eigenlijk toch hetzelfde? Het allereerste verschil tussen een influencer en koning op camera is dat het draait om het doel. Is er een missie en visie bij Enzo Knol die zijn leven vlogt en zijn vakantie laat zien in de Ardennen, waardoor ik ook zin krijg om op vakantie te gaan, maar voor de rest er niet echt veel verandert in mijn leven. Een influencer die heeft vaak puur een doel van naamsbekendheid en leeft met het motto, als ik maar doe waar ik gelukkig van word, en zolang ik hier andere mensen ook geen pijn mee doe, dan is het allemaal prima. Aan de andere kant hebben we de koning op camera, bijvoorbeeld Mo Bicep. En die gaat zo ver voor zijn volgers. Hij heeft overigens bijna 500.000 volgers. Hij laat zijn gezondheid achteruit gaan en transformeert het om te laten zien, jij kan het ook. Hij doet het echt voor zijn volk. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat influencers zoals Enzo Knol, die 4 keer meer volgers heeft dan Mo Bicep, dat is bijna 2 miljoen volgers, meer laat zien dan alleen zijn dan alleen zijn leven. Van de vakantie naar Ardennen, want ik weet dat het geen grap is om een influencer te zijn. En ik weet ook zeker dat je veel meer mensen kan raken en inspireren. Want de pad van een influencer bewandelen is echt geen grap. Zelf maak ik het langzamerhand mee op bijvoorbeeld TikTok, waar ik binnen 1 maand van 1 naar 10.000 volgers ging en dat brengt veel kritiek met je mee. Ik haat je. Of niet echt bedoeld natuurlijk. Je hebt groot voorhoofd. Klopt wel. Je oog staan scheef. Je oog staan scheef. En dan kijk je in de spiegel en ik denk, serieus? Ja, klopt ook wel eens. Hoef ik niet echt boos om te worden. Maar wat heeft zo'n meneer als Enzo Knol meegemaakt om tot de 2 miljoen te komen? Wat nou als hij naast sensatie, humor en schoonheid
ook nog kennis deel. Want ik denk dat dit de formule is waardoor jij echt een koning op camera kan worden en niet meer alleen een influencer bent. Want de koning op camera is allereerst zen. Natuurlijk, die heeft innerlijke rust. Maar hij lost ook een probleem op. Lost Enzo Knol een probleem op door zo'n leuke foto te laten zien? Dat is mijn vraag aan jou. Misschien kun je het zien. Hier een prachtige foto van Enzo Knol. En het kan moeilijk te zien zijn. Zijn billen. Weet je. 2 miljoen volgers. Je laat je billen zien. In mijn cultuur is dit onrespectvol. Weet je. Maar hij vindt het leuk om te doen. En dat is ook helemaal prima natuurlijk. En wat nou als hij een deel van zijn kennis deelt wat hij nog steeds niet doet? Dan zal hij zoveel meer mensen kunnen helpen. En wellicht een koning op camera kunnen worden. Nou, sensatie, humor en schoonheid. Dat is wat hij deelt. Kennis niet. Als we deze 4 elementen combineren. Kennis, sensatie, humor en schoonheid. Noemen we het KSHS-model. Dan kan iedereen een koning op camera worden. Dan kan iedereen levenspositief veranderen. Conclusie. Of je een ondernemer bent of nog niet en het misschien wilt worden, dan ben je ook met een klein bereik van bijvoorbeeld 50 volgers, dan ben je al een influencer. Je hoeft niet honderden duizenden volgers te hebben. Jij hebt nu de macht om iemands leven positief te beïnvloeden. Zoals Mobisap dat doet. Denk aan de gezondheid. En zo nog veel meer. En daarom wil ik dat we ons gaan afvragen. Wordt het niet tijd dat wij de koning of koningin die we in ons hebben zitten, nu ook tevoorschijn halen, de kroon opdoen en voor de camera laten zien? Want ik denk dat het best egoïstisch is om alleen te leven met het motto: zolang ik het leuk vind en gelukkig van word en ik er niemand meer pijn doe, dan is het prima. Er is veel meer dan dat. Jij kunt anderen positief beïnvloeden. Dankjewel. Dit YouTube-kanaal is om 2 redenen gemaakt. Om jou te helpen je camera-angsten te overwinnen. En ook om je mee te geven hoe je met dat apparaat in je handen gratis reclame kunt creëren voor jouw missie. Maakt niet uit voor jouw bedrijf, product of dienst. Want iemand staat te wachten op jouw video. En jij zult iemand inspireren en iemand zal jou leuk vinden. Dus vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal.